Eerste huis, hè, Monique? Ja, helemaal goed. Oh, kijk, zie je? Had ik net juist eind. Hallo. Hoi, Anke van Gistel. Hoi. Fijn. Geachte heer Gruiters, beste Jan. Helaas kan uw echtgenote Ellie er niet bij zijn, maar uw zoon Sebastiaan en Giorgio, die zijn er wel bij en ook de overige aanwezigen. Mijn naam is dus, u had het net goed gezien, Anke van Ekstel en ik ben de burgemeester van Asten. En zoals ik net zei, waarschijnlijk overval ik u op dit moment, maar vandaag wordt voor u een bijzondere dag. Wij zijn naar u toegekomen om onze waardering uit te spreken voor uw jarenlange vrijwillige inzet voor de samenleving. Graag spreek ik u toe en ga ik in op al datgene waarvoor u zich de afgelopen jaren heeft ingezet. Van 1969 tot 2019 was u scheidsrechter voor de KNVB District Zuid. U floot trouw elke week een wedstrijd. Scheidsrechter zijn is vaak een ondankbare taak, maar het feit dat u dit maar liefst 50 jaar trouw heeft gedaan is een grote verdienste. Anders hadden de wedstrijden ook niet door kunnen gaan. Bovendien was u 15 jaar scheidsrechterbegeleider en enkele jaren wachtdienstfunctionaris. Jaarlang was u actief in de wereld van medezeggenschap en vakbond. Ook dit zijn vaak enigszins onzichtbare taken, terwijl deze van ontzettend groot belang zijn. U was jarenlang voorzitter van de ondernemingsraad bij uw werkgever Obragas RWE. En in 1970 werd u lid van de CNV, waarna u in diverse geledingen actief werd en bleef. U was onder andere bestuurslid van de seniorenafdeling Helmond Asten, provinciaal actief bij de CNV Senioren Noord-Brabant, provinciaal afgevaardigde in het landelijk bestuur van de senioren van CNV Connectief. En u was een tijd lang dé verbindingsman tussen de CNV Senioren Noord-Brabant en het landelijk bestuur. De CNV ziet u als een gemotiveerde, humoristische en toegewijde vertegenwoordiger die goed de Brabantse belangen kon verdedigen. De belangen van de gepensioneerden en ouderen stonden bij u altijd voorop. Een echt mensenmens met een goed overzicht in bestuurlijke discussies en iemand die doelen en middelen goed wist te onderscheiden. Daarnaast bent u ook al ongeveer 22 jaar actief voor de buurtbus. Vanaf de eeuwwisseling was u reservechauffeur en penningmeester van buurtbusstichting 166. En samen met enkele anderen richtte u twee nieuwe stichtingen op ter vervanging van buurtbus 166, van welke stichtingen u ook weer penningmeester werd. In 2008 werden beide stichtingen samengevoegd. In deze gehele periode stak u veel tijd in praktische, maar ook juridische zaken. De buurtbus ziet u als een gouden vrijwilliger, een betrouwbare buurtbuschauffeur met ontelbare ritten in de regio op de teller, die daarnaast op adequate wijze de financiën beheert. U vindt het erg belangrijk dat er voldoende sponsoren zijn en u gaat achter elke tip aan. Met deze extra gelden organiseert u onder andere bindingsactiviteiten voor de chauffeurs, want onderlinge saamhorigheid vindt u heel erg belangrijk. Daarnaast verzorgt u de jaarlijkse kerstpakketten, regelt u de subsidies, zorgt er voor reclame op de bussen en werft u chauffeurs. U hebt al aangegeven te stoppen met deze werkzaamheden, maar aan uw formele afscheid als bestuurslid zal ongetwijfeld nog een keer uitgebreid aandacht worden besteed. En tenslotte staat u klaar voor familie en vrienden. U helpt hen bijvoorbeeld met het invullen van belastingformulieren en klussen. Helaas spelen er in uw gezin ook diverse gezondheidsproblemen. Niet alleen bij u, maar ook bij uw echtgenote Ellie en zoon Giorgio. U verdient een hele grote pluim voor al die mantelzorgwerkzaamheden die u verricht, elke dag opnieuw. U staat altijd klaar voor uw naaste en dit wordt zeer gewaardeerd. En zoals u altijd klaar staat voor uw naaste, wil ik ook even specifiek de aanvrager van deze onderscheiding, Rien Kolen, noemen. Wiens inzet in deze lastige tijden ook voor u erg belangrijk is. U bent een trouwe vrijwilliger die zich al vele decennia op meerdere gebieden inzet voor de samenleving. Ik hoop dat u zoveel als mogelijk met uw gezin kunt genieten van fijne feestdagen en dat er voor u allen in 2023 ook vele mooie momenten mogen zijn.
voornoemde opsomming van uw vrijwilligersactiviteiten is een heel groot compliment waard. Maar niet alleen een compliment. Daarom ga ik er nu even een officieel moment van maken. Tot mijn grote vreugde kan ik u mededelen dat gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van uw activiteiten, het zijne majesteit de koning heeft behaagd om Johannes Henricus Nicolaas Gruyters te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. Mag ik deze bij u opspelden? Blijf gerust zitten, want alle inspanningen, dan zorg ik er gewoon voor dat ik hem netjes, ik kan er goed bij. Netjes. Van harte gefeliciteerd. En jullie ook hartelijk gefeliciteerd. Zeker, van harte gefeliciteerd. Dan zal ik even de bos bloemen. Kijk eens, dan geef ik aan u de bos bloemen, alsjeblieft. Ja, daar kwam ik dus voor. Ja. Jullie ook gefeliciteerd en bedankt voor de aanvraag. Ja, dankjewel. Ja, zeker. Dankjewel. Alsjeblieft. Dan zal Monique nog eventjes uitleggen, want er zit een heel protocol omheen en een hele uitleg. Ja, hier heb ik dus het doosje met daar ook een ander pinnetje bij. En hier zit de draagwijzer, ja, wanneer die allemaal gedragen mag worden. Hier zit een kopie van de speech in. Die kunt u nog eens rustig nalezen. En een oorkonde, ook van de, namens de koning. Dus van harte gefeliciteerd namens mij. De doos zal ik hier. Ja. Want nu binnen nu en no time wordt het allemaal bekend. En ik kan u verzekeren dat binnen no time hier het huis vol met bloemen zal staan. En dat is natuurlijk ook vanwege al het werk wat u gedaan heeft natuurlijk. Dus want dat is ontzettend veel. Want anders dan had onze koning u niet tot ridder benoemd. Dus dat is heel speciaal. Dus, en ik hoop dat u dit ook net een klein beetje geeft, dat u kunt genieten van al het moois wat er nog is in het leven. Samen met uw dierbaren. Ja?